China en Europa in de tijd van Grieken en Romeinen. In deze eerste paragraaf staat de vraag centraal welke contacten er waren tussen China en Europa tot het jaar 500 en hoe de situatie in China was in die tijd. En ik begin even met die laatste vraag. We gaan eerst even kijken naar China. En daarbij gaan we verder op de eerste video waarin ik een korte introductie op het onderwerp heb gegeven. En daarbij eindigde ik met keizer Sen, de eerste keizer van de Qin-dynastie. En ik maakte een fout in die eerste video. Ik noemde daar het jaartal 226 voor Christus. Die keizer Sen die grijpt de macht in 221 voor Christus. En dat vormt eigenlijk de afsluiting van een lange periode van onrust in de Chinese geschiedenis die bekend staat, zoals ik al eerder zei, als de periode van de strijdende staten. Hier op het kaartje linksonder zien we in het donkere gedeelte het rijk van Qin staan, dat dus die keizer Zheng bij elkaar bracht. Maar je ziet er al die rode stippen in. En dat waren hoofdsteden van allemaal kleine staatjes die vanaf 473 voor Christus eigenlijk met elkaar in oorlog waren. En langzamerhand kwam daar één staat eigenlijk uit naar voren. En dat was dus de Qin-staat. En die keizer Zheng die wist dus de andere staten te gaan overheersen. En hij maakte er weer één staat van. En sterker nog, hij maakte er zelfs een eenheidsstaat van. Ten eerste moest hij natuurlijk ervoor zorgen dat er niet weer een nieuwe oorlog zou ontstaan. Dus hij verplichtte alle adel om naar de hoofdstad Zhangjiang te komen. Je ziet hier overigens dus, Beijing, Peking is nog niet de hoofdstad, hier is nog een andere hoofdstad. Daarnaast zei hij dat alleen Qin-soldaten nog wapens mochten dragen. En leden van andere stammen, die mochten dat dus niet. En zo probeerde hij een opstand te voorkomen. Wat hier ook meteen uitblijkt, is iets dat wij ons vaak niet beseffen als Nederlanders, als West-Europeanen. Wij zien Chinezen allemaal als één volk, maar eigenlijk is China ook een verzameling van verschillende volkeren. En in dit geval zegt dus die keizer Zheng, alleen soldaten van het Qin-volk die mogen nog wapens dragen. Maar wat vooral een staat tot een eenheidsstaat maakt, is het feit dat er overal hetzelfde bestuur is en overal dus dezelfde regels en wetten gelden. En in dit geval ging Zheng dus uit van dat legalisme dat we in de eerste video ook al zagen. Het belang van de staat gaat boven alles en hij voerde hele strenge wetten in waarin iedereen zich moest houden. En daarnaast zorgde hij er ook voor dat de economie bevorderd werd door een eenheid van maten, gewichten en munten in te voeren. Dat zorgde voor een hoop duidelijkheid. En hetzelfde deed hij eigenlijk met de taal. Wij beschouwen het Chinees als één taal, maar er zijn verschillende Chinese talen, verschillende dialecten. En hij probeerde die te standaardiseren. Zorgen dat er één duidelijke standaard was van wat het Chinees nou was. Dat bevorderde de communicatie in het hele Rijk. En wat ook het Rijk meer tot een eenheid maakte, was de aanleg van wegen, zodat het hele Rijk gemakkelijker bereikbaar werd. En hij begon, die keizer Zheng, met de bouw van de grote muur, de Chinese muur. En dat is iets wat een hele belangrijke rol in de Chinese geschiedenis zal spelen. Want net ten noorden van het Chinese binnenrijk, daar ligt een steppengebied. En daar wonen allerlei woeste ruitervolkeren en die proberen in de loop van de Chinese geschiedenis de hele tijd om dat Chinese binnenrijk eigenlijk binnen te vallen. En ter bescherming daarvoor moet er dus een verdedigingslinie worden aangelegd. En dat is iets wat uiteindelijk zal uitmonden in de Grote Muur of de Chinese Muur. Nou ja, die keizer Zheng die doet er dus van alles aan om er een eenheidsstaat van te maken. Dat lukt hem ook. Maar zijn dynastie blijft zelf niet lang aan de macht. Waarom dat zo is, dat doet er eigenlijk niet toe nu. Maar al heel snel wordt de Qin-dynastie vervangen door de zogenaamde Han-dynastie. Die vanaf 206 voor Christus tot het jaar 589 regeert. En wat die Han-dynastie wil, is rust en welvaart in het Chinese binnengebied. Daar gaan ze voor. En ze gaan eigenlijk op dezelfde voet verder als die Qin-dynastie. Ook die Han-keizers proberen om de eenheidsstaat verder uit te bouwen. En dat doen zij door hun bestuur verder aan te scherpen. En zij gaan besturen met behulp van mandarijnen. En dan moet je dus niet denken aan het fruit. Maar mandarijnen zijn Chinese ambtenaren, zoals je ze hier op de afbeelding ziet. Die mandarijnen die moesten een heel uitgebreid examen moesten zij ondergaan voordat zij mandarijn mochten worden. En dat examen was voor een groot deel gebaseerd op de leer van Confucius. En Confucius die leefde in die tijd van die strijdende staten. Een tijd van burgeroorlog dus. Hij zag overal om zich heen oorlog en hij wilde daar een eind aan maken. Hij wilde dat er weer rust kwam in zijn land. En daarom bedacht hij eigenlijk een soort levenswijze die bekend kwam te staan als het Confucianisme.
En dat Confucianisme is van grote invloed geweest op de hele Chinese geschiedenis. De Chinese cultuur is ermee doordrenkt. En wat zei Confucius dan? In feite kwam het hierop neer. Hij vond dat een goed mens zijn plaats in de maatschappij kende. Dat zou voor orde zorgen. Jij moet weten wat er van jou verwacht wordt en daar moet je aan houden. En dan moet je ook maar respecteren dat dat zo is. En Confucius hechtte dus heel erg aan de zogenaamde hiërarchische verhoudingen. Hij zei: bovenaan staat de keizer. In zijn tijd was er nog geen keizer, hij noemde dat de vorst. Maar die vorst, die keizer, die heeft een hemels mandaat gekregen. En dat is dus de belangrijkste Chinees van allemaal. Hij is het voorbeeld voor de rest van de bevolking. En hij is een voorbeeld dat nagevolgd moet worden, waarnaar geluisterd moet worden. Bestuurt hij slecht, zie je bij punt 3 ook staan, nou ja, dan mag hij wel afgezet worden, maar in principe moet je het gewoon met hem eens zijn, moet je naar hem luisteren. Hij staat helemaal bovenaan in die hiërarchische piramide. En iedereen, iedere Chinees, dient zijn superieur altijd met veel respect te behandelen, dan moet hij naar luisteren. Een zoon moet naar zijn vader luisteren, ook al is hij het er misschien niet altijd mee eens. Zijn vader is ouder, dus die staat hoger. Zo moet een jongere broer ook naar zijn oudere broer luisteren bijvoorbeeld, ook al is hij het er misschien niet meer altijd mee eens. Vrouwen moeten ook naar mannen luisteren, die zijn ondergeschikt aan de mannen. En als iedereen zich maar aan deze verhoudingen hield, dacht Confucius, nou ja, dan zou het een duidelijke, geordende maatschappij worden. En als voor iedereen duidelijk was, dan zou er ook geen oorlog komen. En nogmaals, dit denken, dat vind je dus door de hele Chinese geschiedenis heen. Chinezen hechten heel erg aan hiërarchische verhoudingen. En dat vindt dus zijn oorsprong in het Confucianisme. Nou ja, dat denken dat raakt dus ook doordrenkt in dat Han-rijk eigenlijk. En die Han-dynastie die weet hun rijk steeds verder uit te breiden. En nou ja, in de loop van de eeuwen worden dus gebieden in het noorden worden veroverd, in het westen en in het zuiden. En nou ja, waar de Qin dus begonnen zijn met de eenheidsstaat, daar gaat de handel mee verder en zij bereiden die eenheidsstaat dus verder uit. Maar ja, hoe houden zij dan die veroverde gebieden onder controle? Hoe zorgen zij ervoor dat die veroverde vorsten, dat die niet in opstand komen? Dat deed die Han-Chinezen heel slim, want die veroverde vorsten die mochten hun macht behouden in hun gebied. Zij mochten dus de baas blijven in hun gebied en voor de ogen van hun eigen bevolking dus eigenlijk gewoon de vorst blijven, mits zij in ieder geval die Chinese hegemonie, het Chinese overwicht, het feit dat de Chinezen sterker waren, als zij dat maar erkenden. En bovendien moesten zij een zogenaamd tribuut betalen. Ieder jaar weer, en dat zien we daar rechtsonder op die afbeelding ook gebeuren. Tribuut is eigenlijk dus een soort van jaarlijkse belasting die die vorsten aan de Chinese keizer moesten geven. En dat was niet de belasting in de vorm van geld, dat was vaak een bepaald cadeau, een geschenk. En het ging dan ook niet zozeer om de feitelijke geldwaarde van het cadeau. Nee, dat tribuut was voor die Han-keizers vooral belangrijk vanwege de symbolische waarde die ervan uitging. Ieder jaar lieten die veroverde vorsten namelijk door middel van dat tribuutgeschenk weer zien dat zij onderdanig waren aan de Chinese keizer. Nou, we zien hier op dit kaartje ook dat er richting het westen wordt uitgebreid. En we zien ook dat er op dat kaartje een aantal belangrijke wegen lijken te lopen, die witte lijnen. Met daar ook een aantal stippen bij, en groene en rode. Dat zijn een aantal handelsposten eigenlijk. En die weg die daar loopt, richting het westen, dat is de belangrijkste handelsroute in Azië, in ja, zo rond onze jaartelling eigenlijk, dat is de zijderoute. En via die zijderoute worden ook de eerste contacten gelegd tussen China en Europa. En die zijderoute zien we hier ook op het kaartje terug. Er is een zijderoute zowel over land als over zee. En de eerste contacten tussen China en Europa worden dus gelegd omdat er gehandeld moet worden. En dat zien we eigenlijk vaker in de geschiedenis. Wanneer verschillende culturen met elkaar in contact komen, dan gebeurt dat vaak op twee manieren. Aan de ene kant kan dat door middel van oorlog gebeuren, omdat de ene cultuur een andere cultuur wil veroveren. Maar in dit geval is er dus sprake van handelscontacten. Hey, dat zijn twee verschillende culturen en die denken van, hey, we kunnen met elkaar gaan handelen, daar worden we allebei beter van. En ze zijn geïnteresseerd in elkaars producten, producten die ze dus zelf niet hebben. Nou, dat gebeurt dus via die zijderoute eigenlijk zo vanaf de 4e eeuw voor Christus gebeurt dat al, als Alexander de Grote, die Hellenistische vorst, de Griekse wereld steeds meer richting het oosten uitbreidt. Dan komt hij in Mesopotamië komt hij in contact met Chinese handelaren en vanaf dat moment
blijven er contacten tussen Chinese en Europese handelaren. En die contacten die zijn vaak toch wel beperkt. Er zijn niet heel veel bronnen van bewaard gebleven en we vermoeden dan ook dat die contacten, ja, dat toch niet zo heel vaak gebeurde. Dat er ook niet zo heel veel directe contacten zijn geweest tussen Chinezen en Europa. Er is eerst wel sprake van Romeinse delegaties die richting China zijn gegaan. En andersom zou er ook sprake zijn geweest van Chinezen die in Rome zijn geweest. Hoe dat precies zit, weten we niet. Nogmaals, er zijn weinig bronnen van. En vaak verliepen de contacten dan ook via handelaren in het Midden-Oosten. Maar goed, handel dus. Waar had men behoefte aan in Rome? Waar had men behoefte aan in China? Wat wilde men van elkaar? Nou ja, in Europa wilde men vooral graag zijde. Zijde was het belangrijkste exportproduct van de Chinezen. Een heel mooie en heel fijne stof. En hier zien we dus zo'n zijderups langzamerhand eigenlijk die zijde spinnen. En dat was een echt een luxe product was. Een heel mooie stof waar dus heel veel vraag naar was. In Azië, maar dus ook in het Romeinse Rijk. Andersom vonden de Chinezen Europese textiel, Europese wol wel interessant. Net zoals edelmetalen, zoals bijvoorbeeld zilver, dat we daar op het onderste plaatje zien. Dat is namelijk een brok ruwe zilver. En nou ja, dat werd dus met elkaar via die zijderoute verhandeld. Maar aan die naam hoor je het eigenlijk al, het is de zijderoute. Er werd dus vooral zijde over verhandeld. Er was in Europa veel meer vraag naar Chinese zijde dan dat er in China vraag was naar die Europese producten. En er ging dus ook veel meer geld van Europa richting China dan andersom. En nogmaals, ik heb het in die eerste video ook al gezegd, de Chinezen vonden dat prima, want die beschouwden hun eigen cultuur als de beste cultuur. En ja, hoe hoog wij ook zelf opgeven in onze geschiedenisboeken over dat Romeinse Rijk, wat ook echt een verontwikkelde beschaving was. Voor de Chinezen waren de Romeinen slechts een van de vele volkeren ergens aan de rand van de wereld en daar hadden ze eigenlijk niet zo heel veel interesse in. Maar goed, de eerste contacten tussen China en Europa die zijn gelegd.